allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb vandaag best wel een chill, rustig dagje gehad. Ik heb alleen ballet en zangles gehad, dus dat was echt super chill. Net ben ik ongeveer heel Tilburg doorgefietst, omdat ik een pakketje moest ophalen en vervolgens helemaal naar de andere kant moest om nog naar de Action te gaan. Dus heb ik gedaan. Ik kwam op het idee om zelf een keertje een bananenbrood te maken. Want ik zie dat heel vaak voorbij komen en ik zag nu een recept met chocola. Met pure chocola, wel een gezonde versie. Toen dacht ik, dit wil ik maken. En als ik dan daar zin in heb, dan ga ik gelijk alles halen. Dus, wat heb ik daarvoor gekocht? Ik heb sowieso maatbekers gekocht, van die had ik nog niet. En dat is gewoon handig. Ik heb bij de Action ook een elektrische weegschaal gekocht. Want het is gewoon wel chill als ik dingen kan afmeten. Dan heb ik een bakvorm gehaald voor het brood, want dat had ik ook nog niet. Ik hoop eigenlijk wel dat hij in mijn oventje past. En cacao, ik ga dat even proberen. Helemaal niks aan het handje. Oké, ik zal even laten zien wat je ervoor nodig hebt. Wat je ervoor nodig hebt is 4 bananen, 50 gram pure chocola, dat bedoel ik dus, kan ik mooi afwegen. 6 eetlepels cacao poeder, 130 gram havermout, 3 eieren en 1 theelepel bakpoeder. Dus dat is helemaal chill. Ik ga dat nu maken en ik hoop dat het lukt, want meestal als ik iets wil bakken gaat het allemaal helemaal mis. Dus we gaan het zien. Maar dat ga ik nu doen. Ik vergeet helemaal om te filmen hoe mijn bananenbrood eruit zag toen het eruit kwam. Ik heb hier toevallig nog een stukje liggen. Maar het is echt super goed gelukt. En ik heb net al een stukje geproefd. Zo. En ik heb net al een stukje geproefd. En het was echt heel goed gelukt. En nu ga ik zo meteen avond eten. Ik heb alleen nu niet zo heel erg veel honger. Aangezien ik dus net ook een stukje bananenbrood op heb. En ik heb best wel laat geluncht. Maar goed, ik moet mijn pasta nog koken en zo. Dus dat ga ik nu doen en dan ga ik zo lekker eten. Zo, nou ik ben echt de hele avond nu nog bezig geweest. Dus daar ben ik super trots op. Ik heb eindelijk weer mijn vlog bewerkt en geüpload. Dus vorige week woensdag is er eindelijk een keertje op tijd een vlog online gekomen. En daar ben ik echt super trots op. Want nu heb ik zeg maar alles weer bijgewerkt. Dus ik hoop dat ik het nu weer vol kan houden om gewoon elke woensdag te uploaden. Maar ja, dat zeg ik elke keer. En ja, ik had vandaag een pakketje opgehaald van Come Get Fashion. En ik dacht, die ga ik nog even uitpakken voordat ik naar bed ga. Ondanks dat ik echt alle tijd van de wereld deze dag heb gehad. Ik had zoveel op mijn to-do-lijst dat ik nu nog steeds niet klaar ben. Nog niet alles heb afgewerkt. En dat vind ik heel vervelend en heel frustrerend. Dus waarschijnlijk ga ik echt best wel laat slapen, want ik wil het gewoon allemaal afmaken. Eerst het pakketje. Ik heb dus weer wat items mogen ontvangen van Come Get Fashion. Ik vind Come Get Fashion een superleuke website. En ik heb daar best wel veel kleding besteld. En ik vind het altijd leuke kleding. Het is lekker met de trend mee. En ik vind het gewoon heel erg een aanrader. Dus ik heb weer wat dingen mogen uitzoeken. Ik heb 1, 2, 3 items. Ja, dat klopt. En het is eigenlijk, het zijn eigenlijk 3 items waar ik letterlijk een outfit mee kan samenstellen. Dus dat is heel erg leuk. Het eerste is een nieuwe poging om een goede flared broek / legging te vinden. Ik heb er eentje, maar die vind ik gewoon niet lekker zitten, niet mooi zitten. En die draag ik daarom ook nooit meer. En ik heb er ook eentje, maar die is wat sportiever. En dat is ook niet altijd even chill. Maar ik hou heel erg van dit soort broeken. Vooral op een dag dat ik geen zin heb om in een spijkerbroek te lopen. Ik heb weer een poging gedaan. Dit is deze Velvet Flared. En ik hoop vooral dat die niet te lang gaat zijn. Want ik heb namelijk geen zin om het weer in te korten. Dus that's the question. Maar als ik het zo zie, gaat die niet te lang zijn, denk ik. Daar komen we snel genoeg achter. En ik heb deze geloof ik in een maatje S besteld. Dan heb ik ook nog een t-shirtje gekocht die ik echt heel erg leuk vond. En waar ik echt heel blij mee ben. Want hier kan ik weer lekker veel leuke outfitjes mee maken. Dat is dit t-shirt. En er staat op Wild Heart, Bad Ideas, Follow Your Heartbeat. Nou ja, whatever. Ik vond gewoon het printje heel erg leuk. Die heb ik trouwens ook in de maat S besteld. En dan als laatste iets wat ik ook echt ontzettend leuk vond op de website. Ik denk dat ik hier ook heel veel leuke outfitjes mee kan maken. En dat is dit superleuke spijkerjasje. En er zitten allemaal van die, ja hoe noem je dit, fringe dingetjes op.
met kraaltjes. En echt, ik vind dit zo leuk. Het valt ook een beetje oversized. Volgens mij was het gewoon one size. Maar ja, het valt dus oversized. En ik vind het echt helemaal leuk. Dat is alles wat ik had besteld. Ik zal de linkjes even in de beschrijving zetten. Voor als je zelf ook graag op de site wil kijken. Dus ja, ik ga nu snel dit opruimen. En mijn bedje in. Want ik ben echt heel erg moe. Goedemorgen. Het is vandaag... Wow, dinsdag. En we beginnen vandaag om 11 uur. En dat is dus echt... Ik moet even dit doen laag. En om 11 uur beginnen is dus echt de beste tijd. Weet je, dan is het gewoon niet moeilijk om op te staan. Dan word je gewoon op een normaal tijdstip wakker. Dan kan ik gewoon rustig alles doen. Ik neem veel meer tijd voor dingen, want ik heb ook meer tijd. Want ik ben wakkerder ook. En ja, het is echt super chill. Dus ja, ik heb vandaag les tot... Ik denk tot 8. Want ik heb nog pianoles na liedinterpretatie. Dus ik heb een lange dag. Ja, we gaan er weer tegenaan vandaag. Mag ik een oproep doen? Wat voor oproep? Oh, die lijkt net voor de geest geholpen. Echt al? Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Ik ben al dagenlang op zoek naar een vriendin. Ze heet Hurry en ze zong ook Hurry. Don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down. Ik ben eigenlijk echt op zoek naar Hurry, want ik vind, ik wil... Als je oh, ziet, wij willen Hurry vinden. Ik vind jou gewoon een top 5. Kent iemand Hurry? Hurry is van Idols. En wij hebben haar video al een miljoen keer gezien. Ja, alle views komen. En wij willen gewoon een keer met haar praten. Zij is gewoon top. Wij zijn fan. Zij is gewoon top. Dus ken je Hurry? Ik heb corset aan. Let me know. Ik heb corset aan. Moet je niet zeggen. Moet je niet zeggen. Oh. Hurry up. Hurry up. Zij is Hurry. Stranded. We know. Maar dat is gewoon ingeëdit. Maar even voor de duidelijkheid, ik kan dit het. Dus niet meer. Ik kon ooit akkoorden spelen. Het ding is ook heel erg vals. Wow! Ik wacht dus echt al, ik denk al 3 weken om Sex Education te kijken. Maar zij wilden het per se met z'n vieren kijken. En nu is het eindelijk zover. Met dat Oké. Nog 45 seconden. Maar Dirk is bijna jarig. Ja. Hoe oud word je, Dirk? 30 seconden. Hoe oud word je? 12. 22. Na 21 word je gewoon niet meer ouder. Ik word weer 21. Vorig jaar zaten we. Ja, is goed. Even een, wacht, een 15 seconden recap van dit jaar. Ja, 12 maanden en heel veel en een zomervakantie en kort. 10. Korte. 3, 2, 1. Gelukkig. Het is vrijdag en ik moet weer tot 6 uur naar school. Zin in. Goedenavond, het is vandaag zaterdag en het is avond. En ik heb de hele dag niks gefilmd. Eigenlijk weet ik niet eens meer wanneer ik voor het laatst heb gefilmd. Maar ja, ik had vandaag gewoon echt een super rustig dagje. Ik heb eerst lekker uitgeslapen, daarna ben ik gaan sporten met mijn broertje. En daarna heb ik lekker gechilled en nu heb ik net eventjes gestudeerd. Of in ieder geval allemaal tekst uit mijn hoofd geleerd en dat soort dingen. Dus ja, ik had vandaag gewoon verder niet echt de behoefte om iets te filmen. En ja, here I am. Morgen ga ik naar de première van Tina, de musical. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dat is de musical over Tina Turner. En ik ben super excited. Ik ben zo benieuwd naar hoe het gaat zijn. Echt super leuk dat ik erbij mag zijn. En ja... Daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Ik ben nu klaar met alles doen voor vandaag. Dus ik ga lekker naar beneden en nog even lekker chillen. En dan alweer naar mijn bedje. Dus love life. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En we zitten in weer en wind in de auto. Windstoten, windkracht 10. Nee, valt allemaal echt wel mee. En we zijn onderweg naar de première van Tina, de musical. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben super benieuwd. Ik denk echt dat het super goed gaat worden. Maar misschien moet ik dat niet denken. Want misschien dat ik dan te hoge verwachtingen heb. Maar ik ben gewoon heel benieuwd. En ik denk dat we gewoon echt
super goed gaat worden. En niet denken dat ik kaal ben, maar ik heb een staart. Heb je er zin in, man? Ja, heel erg. Ben je zo benieuwd? Yay! We hebben ook een programmaboekje gekregen. Very leuk. Yeah. Alweer een tijdje thuis. Het was echt zo goed. Oh, dat was echt even fijn. Weet je wel, als je dan echt naar iets goeds aan het kijken bent, dan denk je echt, oh yes, weet je wel. En dat is echt, het was echt heel erg ziek. Vooral de hoofdrolspeelster. Die meid kon zingen. Ja, dat was echt niet normaal. Ja, als je er heen wil, zeker gaan. Als je niet wil, zou ik ook gaan, want het was echt heel erg vet. En het verhaal van Tina Turner is ook echt wel heftig. Maar oh, wat heeft zij mooi gespeeld. Oh, ja, echt heel erg fan van haar. Dus ja, zeker gaan als je dat leuk lijkt.